Ieder jaar valt bij iedereen de fladderkrant op de deurmat. Op de voorpagina staat dan zo'n mooie foto die het nieuwe thema van het fladderen laat zien. We zien dan de fladderburgemeester en haar assistent, soms ook wat kinderen, en ze lijken altijd in een hele bijzondere wereld te zijn. Ik was heel benieuwd hoe die foto gemaakt werd, dus ik ging een kijkje nemen. Kijk je mee? Terug fietsen bij de foto. Zijn we hier. Nu omkeren. Even daarheen fietsen. Omkeren. Even terugrijden. Ik ga fietsen. Leuk, hè? We gaan sturen. Zo mooi weer. Nee, we gaan een foto maken voor de vlaggenkrant. Ja, jij moet sturen. Hele leuke, met heel veel leuke kinderen. De foto, hè? De foto voor de voorkant van de fladderkrant. En in mei krijgt iedereen die in de auto woont, die in de bus. Dus dan moeten we er wel een beetje leuk op staan. Sta ik er ook een beetje leuk op? Jawel, jawel. Ja? Oh, is een beetje anders naar de kapper geweest. Ja, ik moet natuurlijk weer op Petra wachten. Altijd hetzelfde. Waar is Petra? Ze komt eraan. Ja, twee handen. Nou, wat we aan het doen zijn, we zijn natuurlijk het houten tijdperk aan het in beeld aan het brengen. Daarvoor hebben we bedacht dat we het gemeentehuis gaan photoshoppen, zodat het helemaal van hout is. En omdat je dan een houten gemeentehuis hebt, is het natuurlijk leuk als het fietspad voor het gemeentehuis in het gras ligt en aan het water en niet aan een betonnen bak en met stenen bruggetjes. Dus hier hebben we gras, hebben we een fietspad en dat photoshoppen we dan zo meteen voor het gemeentehuis, zodat het lijkt alsof ze daar fietsen en in werkelijkheid fietsen ze hier. Dus dat plak je gewoon in elkaar eigenlijk? Ja, dat plakken we aan elkaar, ja. Ah, oké. Okay. En we hebben net foto's gemaakt voor het gemeentehuis, zodat we weten onder welke hoek alles moet zitten en hoe het gemeentehuis er exact uitziet. Dan gaan ze meteen allemaal plankjes fotograferen, die plakken we er allemaal als het ware op. Het carillon, de toren van het gemeentehuis, maken we één grote boom van. En zo krijgen we een houten gemeentehuis uit het houten tijdperk. Dat is het idee.